this was my first roller coaster. A small bobsleigh coaster in a famous Dutch theme park. Here is where everything started for me. I never liked roller coasters for a very long time, and I always was scared of them. The fear that I felt wasn't healthy in my mind. At least, that's what I thought. In a later stadium, I found out that this was called being thrilled. And the fear that I felt was the good kind of fear. But how did other people went on these roller coasters with such ease? De kleine attracties zoals de zweefmolens, draaidingen. Wat later natuurlijk de achtbaan begon met de houten achtbaan in de Efteling, de Pekkersestoenentijd, de Vogelrok. Later wel uiteraard achtbaan heel verkoop met als eerste, met stipt als eerste, dat was de Python. En later werd het alleen maar erger en erger, hoger, sneller, meer of vaker loopings. En ja, in principe steeds snelheid, de hoogte, dus geen kracht. Ik ben vandaag op het attractiepark Duinrail om eigenlijk wat oude herinneringen op te halen aan vroeger. En ook om met het zoontje van vrienden van mij hier naartoe te gaan. Die is 5 jaar. En ik zelf was 4 jaar toen ik voor het eerst op Duinrail kwam. In 1986. En sindsdien bijna elk jaar met ouders hier naartoe gegaan. Duinrail is voor mij gewoon familiegeschiedenis hier. Waarom vind ik die zo leuk? Ja, we gingen er vroeger elk jaar heen. En er is voor jong en oud hier wat te beleven. Je hebt bijvoorbeeld hier de kikkerbaan, die is voor de jonge kinderen. En dan heb je de Dragonfly, daar ben ik zelf bij geweest bij de opening. Die is voor ja, wat oudere kinderen. En de Falcon, die gaat over de kop. Die is echt voor ja, de waaghalzen, zou ik zeggen. Die gaat wat ruwer. En ja, zo valt hier van alles wat te beleven. The rollercoaster enthusiasts started small, with flat rides. They always had a root in the theme park industry, and that never faded. Theme parks have to innovate and invest to keep the enthusiasts excited, happy, and pleasured by the amazing rollercoasters. How about the people that visit theme parks less regularly? Do they feel the same as enthusiasts? Ja, we zijn met z'n tweeën spontaan een dagje weggegaan, want er was ruimte, dus het is dichtbij en wel leuk. Ja, leuke attracties. Het is wel groot, heel veel attracties, gewoon heel verschillende dingen. Wij pretparken wel heel leuk vinden. Dat doen we eigenlijk best wel regelmatig zo een attractiepark opzoeken. Dat vinden wij wel leuk, hè? Gewoon gezellig met het gezin, samen iets doen. Dat vinden wij wel regelmatig naar de Efteling. En dat vinden we ook wel heel leuk, hè? So, people are going to theme parks for enjoyment, which relates to be thrilled. Considering over 10 million people visiting the Dutch theme parks each year, it is clear that people like to be entertained and to be excited or thrilled by more intense roller coasters. One of the biggest known thrill pioneers is John Wardley. He loves to hear when people scream, because that's a sign the thrills leave a human being's body. John Wardley said in an interview about thrill rides the following: "Replaying with people's emotions and giving them an entertaining time. I personally would love to ride this particular coaster any day, anytime, although they sometimes play with my emotions."